Hallo, welkom bij de lenzenformule. Even wat voorbeelden, zodat je het wat beter snapt. Trouwens, snap je wel wat de lenzenformule precies is? Wat was die ook alweer? Even kijken. Het ging over F, V en B. De F voor brandpuntsafstand, de V voor voorafstand en de B voor beeldsafstand. Die zet je allemaal onder een deelteken. En dan is de lenzenformule 1 gedeelde F is 1 gedeelde V plus 1 gedeelde B. We gaan het eens bij een paar voorbeelden bekijken. Ze komen je vast wel bekend voor. Allereerst deze opgave. Je hebt de voorafstand, je hebt beeldsafstand, gevraagd wordt brandpuntsafstand. De oplosmethode is iedere keer eenzelfde opbouw. Je begint op te schrijven de gegevens. En de gegevens, dat kunnen zijn of V, of B, of F. Meestal kun je twee van de drie rechtstreeks invullen. En dan gebruik je de lenzenformule. En daaruit volgt dan het antwoord. Nou, allereerst gaan we naar de gegevens kijken. Dus de 34 en de 25. 34 centimeter voorafstand vul je dus in bij V. 25 beeldafstand vul je dus in bij B. En dan hou je F over. Natuurlijk moet je wat overhouden, anders is het een beetje saai. Dan kon je meteen alles gewoon invullen. Maar goed, V en B, die weten we dus. Oftewel, die kan ik dan daar en daar invullen. Dat doe ik dan ook. Kijk, daar hebben we het al. Je rekent met de rekenmachine uit 1 gedeelde 34 en 1 gedeelde 25. Dat vul je eventjes in. Ja, het is wel makkelijk om het even op te schrijven. Je rekent het verder uit, dus even optellen. Dan kom je dus op 0,0694. Maar dit is niet het antwoord. Want wat heb je nu? Ik weet nu dat 1 gedeelde f is gelijk aan 0,0694. Maar ik moet niet 1 gedeelde f hebben. Nee, ik wil f hebben. Nou, als 1 gedeelde f dat getal is, dan is f 1 gedeeld door 0,0694. Ja, uitrekenen en dan kom je op het eindantwoord van 14 centimeter. Waarom centimeter? Waarom niet meters? Waarom niet millimeters? Nou, dat is omdat je V en B ook in centimeters hebt gedaan. Goed, nou, brandpuntsafstand is dus 14 centimeter. Stel je voor, je moet de sterkte van deze lens doen. Je hebt brandpuntsafstand en je hebt de sterkte van de lens. Sterkte van de lens in dioptrie. Dat bereken je met S is 1 gedeelde F. Ja, S, dat is de sterkte van de lens. En dat is dus 1 gedeelde brandpuntsafstand. Dat vul je in. Dus dat wordt 1 gedeeld door, let op, niet 1 gedeelde 14. Je moet F in meters doen, dus dan wordt het 0,14 meter. En dat vul je in, rekenmachine, en dan kom je op 7,1 en de eenheid is dioptrie, afgekort met dpt. Dit was voorbeeld 1. We gaan opgewekt verder naar voorbeeld 2. Dat gaat over een dieprojector. Ja, en hier heb je dus niet meteen dat je zegt, oh, wat is voorafstand, wat is beeldafstand? Dat moet je uit het verhaaltje halen. Nou, eerst weer een oplosmethode, dus eventjes V, B en F. En dan ga ik even kijken naar de diverse getallen die hier staan. Die 12 centimeter, dat is de afstand tussen de dia en de lens. En de dia is hetgene wat je wilt gaan afbeelden. Dus de dia is het voorwerp. Kortom, die 12 centimeter, dat is de voorwerpsafstand. Dus, huppakee, naar de V. De 2,5 meter hier, dat is het scherm. Het scherm staat op 2,5 meter afstand van de lens. Dus, die 2,5 meter, dat is mijn beeldafstand. Zo, die gaat daarheen. Maar nu moet je even goed opletten, want kijk, ik heb hier centimeters en daar meters. Dat is niet echt fijn. Ik wil graag twee dezelfde eenheden hebben. Dus in plaats van 2,5 meter vul ik in
250 centimeter. Opgelost. Ik vul alles weer in de lenzenformule. Ik reken weer uit 1/12 en 1/250. Tel het weer op. En dan krijg je dus 1 gedeeld door f is 0,08733. En dan is f, brandpunt, 1 gedeeld door dat getal. En het antwoord is 11 centimeter. Centimeters, want ik heb alles in centimeters gedaan. Je ziet, het is gelijk aan de vorige opgave met een paar andere getallen en iets andere omschrijving. Maar het voorbeeld zelf is praktisch identiek. We gaan verder naar 3. En hier staat hij. Je hebt een lens. De brandpuntsafstand is nu gegeven, dus dat wordt in ieder geval niet meer gevraagd. En er wordt een afbeelding gemaakt van een voorwerp 20 centimeter voor de lens. Gevraagd wordt, hey, waar moet ik nou het projectiescherm neerzetten? Natuurlijk, om een scherp beeld te krijgen. Nou, eerst maar weer eventjes ons stramien, V, B en F en de lenzenformule. En dan kijk ik eventjes naar de diverse getallen. De 15 centimeter, nou duidelijk, hè, brandpuntsafstand 15 centimeter. Dus 15 centimeter gaat nu naar de F. En die 20 centimeter die is verbonden met het voorwerp. Het voorwerp staat 20 centimeter voor de lens. Dus de 20 centimeter is, kijk, daar is hij al, bij de voorwerpsafstand. En dit vul ik in de lenzenformule in. En dan krijg ik dus dat je 1 gedeeld 15 is 1 gedeeld 20 plus 1 gedeeld b. Ik reken eerst weer eventjes de breuken uit. En dan krijg ik dus deze vergelijking. Ik wil de b wil ik apart hebben. Dus die 0,05 die wil ik naar de andere kant hebben. En dat lukt wel, want dan is 1 gedeelde b is dan die 0,06667 min 0,05. Ja, een beetje wiskunde. En uitrekenen. En dan heb ik dus dat 1 gedeelde b is gelijk aan 0,01667. Ik wil niet 1 gedeelde b hebben, maar ik wil b hebben. Dus b is 1 gedeeld door 0,01667. En mijn beeldafstand is 60 centimeter. Dus ik moet het projectiescherm op 60 centimeter afstand van de lens zetten om een scherp beeld te krijgen. Dit was alweer het derde voorbeeld. Zou er nog één zijn? Even kijken. Ah, gelukkig, we hebben nog één. Het gaat over een oog. Gelukkig een gezond oog. Dat is wel zo plezierig. Een gezond oog is bolvormig. En die diameter van 1,7 centimeter, dat is wel redelijk reëel. Het oog wat jij op dit moment in je hoofd hebt, die heeft inderdaad ongeveer een diameter van 1,7 centimeter. Het nabijheidspunt is 25 centimeter. Het nabijheidspunt is het punt waar het kleinste afstand waarop je nog iets scherp kunt zien. En gevraagd wordt, wat is de sterkte van de lens? Dus het aantal dioptrieën wordt gevraagd als de lens maximaal geaccommodeerd is. Nou, we kijken eerst eventjes van, hé jongens, wat staat hier nou allemaal? Eerst die diameter van 1,7 centimeter, dat is dan de beeldsafstand. Want, wat is er? Je hebt oog en het beeld in het oog komt op het netvlies, op de achterkant van je oog. Dus de afstand tussen beeld en de lens, dat is ook tegelijk de diameter van je oog. Dat. En er staat hier ook dat het moet worden berekend als de lens maximaal geaccommodeerd is. Waar kijk je naar als je je oog maximaal accommodeert? Dat je ontzettend aan het inspannen bent? Nou, dan kijk je naar iets wat heel dichtbij is. Oftewel, het voorwerp bevindt zich dan in het nabijheidspunt. En dat is mooi, want het nabijheidspunt is gegeven. Goed, eventjes weer ons vaste stramien. Daar hebben we weer. En ik vul alles in. Ik heb hier eerst die 1,7 centimeter, nou, dat staat hier duidelijk, hè, is de beeldsafstand. Dus 1,7 centimeter schuiven we naar B toe. Ik heb hier de 25 centimeter en dat is een nabijheidspunt. Maar ik heb hier al dat die het oog maximaal geaccommodeerd is, weet ik dat het voorwerp in het nabijheidspunt ligt. Dus die 25 centimeter, dat is mijn voorwerpsafstand. Dus 25 centimeter daarheen. En nou heb ik eigenlijk weer een
voorbeeld, zoals het eerste en tweede voorbeeld, namelijk V en B gegeven en F wordt gevraagd. Dus even vlotjes doen, 1 gedeelte F is invullen, V en B, met de rekenmachine, even wat tikwerk en dan krijg je deze twee getallen, optellen krijg je 0,628. 1 gedeelte F is 0,628, dus F is 1 gedeeld door dat getal en dan krijg ik dat hij 1,6 centimeter als brandpuntafstand heeft. Maar een beetje goed opletten, dan zie je dat dit niet het eindantwoord is, want gevraagd werd de sterkte van de lens en niet brandpuntsafstand. Dus gevraagd wordt S en dat was 1 gedeelde F en weet je het nog, F moet dan in precies meters. Dus de 1,6 wordt 0,016 en als je dat uitrekent komt er 63 uit en de eenheid van de sterkte is dpt dioptrie. Oké, we gaan verder. We hebben vast nog eentje. Ja, alsof ik het wist. We gaan verder. 5 mm groot voorwerp. Oh, dat is niet zo groot, hè? 5 mm. Dat is ontzettend klein eigenlijk. Maar goed, een 5 mm groot voorwerp wordt op een scherm geprojecteerd. En op een scherm is een 4 cm groot beeld te zien. Het scherm zelf staat op 2 meter achter de lens. En gevraagd wordt gewoon de brandpuntsafstand. Nou, even kijken hoor. V, B en F. Maar vervelend is nou, ik heb alleen maar die 2 meter hier. Dat is de enige afstand, want die 5 mm en 4 centimeter zijn geen afstanden. Dus het enige wat ik heb is die 2 meter en dat is de beeldsafstand. Dat is daar waar het scherm staat achter de lens. Daar komt het beeld. Wat is die 5 mm groot voorwerp? Oké, kijk, dat was de voorwerpsgrootte. En die 4 centimeter groot beeld, ja, dat is natuurlijk beeldgrootte. En ik heb dus nu beeldgrootte. En ik heb voorwerpsgrootte. Daar kan ik wat mee. Want dan kan ik de vergroting mee berekenen. Vergroting, wat was het ook weer? Hoeveel groter wordt het beeld? Dus dat is beeldsgrootte gedeeld door voorwerpsgrootte. En dat vul ik in. Ja, en let even goed op wat er dan gebeurt. Ja, die 4 en de 5 die gaan er naartoe. Maar wel met de juiste eenheden. Als ik het ga berekenen, dan moet ik wel dezelfde eenheden doen. Vandaar dus dat die 5 mm hier, die vertaal ik even naar centimeters. Ja, ik heb hier nu apart even de eenheden erbij geschreven. Dat hoef je op zich niet te doen. En je mag meteen 4 gedeeld door een half doen. Maar ik heb het even hier apart gedaan om te benadrukken dat je gelijke eenheden moet doen. Nou, 4 gedeeld door een half is... Ik hoop dat je het uit hoofd kent, want het is 8. De vergroting is 8. Dan kun je zeggen van, ja, leuk en aardig, maar vergroting, ik moet V of moet F hebben. Maar dat is nu mogelijk, want de vergroting, die kun je ook berekenen met B gedeeld door V. En ik weet N, ik weet B, dus kan ik V berekenen. Ik vul het eerst eventjes in, ja. Dus voor N vul ik 8 in, voor B vul ik 2 meter in. En dan moet ik V berekenen. Hoe moest dit ook alweer? Even nadenken. 3 is 6 gedeeld door 2. Ik moet nu de V hebben, dus dat is de 2. En 2 is 6 gedeeld door 3. Dus, oké, dat is dus V is 2 gedeeld door 8. Ah, 2 achtste. Natuurlijk, een kwart. Een kwart meter, want ik heb... B in meters ingevuld. Ja, dus een kwart meter. Mooi, dat kan ik invullen. En dan krijg ik dus mijn lensformule weer. 1 gedeeld door F is 1 gedeeld door 0,25 plus 1 gedeeld door 2. Uitrekenen zijn mooie getallen. 4,5. Oftewel F is 1 gedeeld door 4,5 is 0,22. Eenheid meters, want ik heb zowel B als V in meters gedaan. Dat was mooi, hè? Dacht ik.
Nou, heb je het goed bekeken? Ja? Nou, dan maken we er denk ik maar een eind aan. Welke bril zou overblijven, denk je? Even een gokje. De bovenste of onderste? Oké, goed gegokt. Prachtig. Dan laten we die ook maar verdwijnen. Tot ziens.